De Bollenstreek. Een uniek en kleurrijk gebied in de kop van Zuid-Holland. De prachtige velden tulpen, narcissen en hyacinten trekken jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen. En zowel de bollen als bloemen zijn een belangrijk exportproduct voor Nederland. Maar wat komt er allemaal bij kijken om die bollen op het land en de bloemen bij ons in de vaas te krijgen? In deze serie volgen we een jaar lang het werk van 11 bollenjongens. Jonge ondernemers in de Bollenstreek die het hele jaar door druk zijn op het land en in de schuur. Bart, Mark, Lucas, Tim, Ruben, Frank, Carlo, Alan, Martijn, Daan en Stan. Bollenjongens. Het verhaal van de Bollenstreek. Toen, nu en in de toekomst. Als ik geen bollenjongen had geweest, dan... Ja. Ik heb echt geen flauw idee wat ik nou zou doen. Auto verkopen. Het lijkt me wel vet om een... Hoe heet het ook alweer? Zo'n festivalbus, zo'n foodtruck te hebben. Dat lijkt me wel vet. Als ik geen bollenjongen had geweest, dan had ik in de luchtvaart gewerkt. Waarschijnlijk als piloot zijnde. Piloot is natuurlijk zo'n kinderdroom. Maar ja, dat, op een gegeven moment ben je een jaar of 12 en dan denk je, ja, wat mijn vader doet, en dat is wel onwijs gaaf. En dan groei je daar een beetje in. Ja. Als ik geen bollenjongen had geweest, dan had ik wel een andere agrarisch beroep gekozen. Koeienboer vind ik. Ik vind koeien altijd wel mooi. Akkerbouw vind ik ook leuk. Ik had er wel sowieso iets gedaan in de agrarische wereld, omdat ik dat een mooi wereldje vind. En ja, daar hoor ik graag tussen. Dan had ik waarschijnlijk wel iets met groen gedaan. Planten of bloemen, handel of... Als ik geen bollenjongen had geweest, had ik waarschijnlijk een glansrijke modellencarrière gehad. Een modellencarrière? Houd toch op. Eens een bollenjongen is altijd een bollenjongen. Het is april en de Keukenhof staat in volle bloei. Het is alweer een half jaar geleden dat we hier de bollen hebben geplant voor ons eigen bollenjongensperkje. Alle bollenjongens leverden hun mooiste tulpen en samen met Frans, de ontwerper van het park, zijn de bollen geplant. Ja, we hebben een vuistregel. Een vuistregel? Ja, dan moeten ze een vuist tussen passen. Oh, een vuist tussen passen. En nu staat onze regenboog er prachtig bij. Een klein, maar uniek perkje als je weet dat er veel kwekers zijn die graag een plekje in dit park zouden hebben om hun assortiment tentoon te stellen. Je vindt ons bollenjongensperkje op het grasveld voor de molen aan de kant van het Willem-Alexander paviljoen. Een mooi beeld met een ontspannen, tikkend geluid. In het voorjaar en aan het begin van de zomer zie je overal in de Bollenstreek beregeningsmachines die de bollenvelden van water voorzien. Van de voorjaarsbollen worden alleen de velden met tulpen beregend. Hyacinten mogen niet beregend worden, omdat daarbij de kans dat de krachtige waterstraal virussen verspreidt veel groter is dan bij tulpen. En ook de narcissen krijgen niet meer dan regenwater, omdat daarin door extra beregening bolrot zou kunnen ontstaan. Hey, vandaag beregenen. Ja. Dit is jouw machine, hè? Ja. En hoeveel van die machines heb je? Eén. Eén? Vroeger hadden we twee, ja. Oh, vroeger had je twee? Ja. En waarom hebben we nu nog maar één dan? Ja, ik mag er nog maar één. Van Europa? Nee, van mijn moeder. Van je moeder? Ja. Hoezo? Ja, je bent altijd aan het regenen in de nacht en in het weekend. Dus mijn moeder die was er wel een beetje klaar mee. Die zegt, joh, één is zat. Dus, Oh, ik denk, er komen nu Europese regels. Nee, nee, okay. Nee, oh, je moeder was er klaar mee. Ja. Dat jij s'nachts elke keer op pad was om te gaan beregenen. Nou ja, en mijn vader. En je vader. En de familie natuurlijk. Dus, en als we het met één rond kunnen breien, dan... ja. Goed verhaal. De beregeningsmachine met daaraan de waterslang wordt met een trekker naar het eind van het veld getrokken. Daar wordt de trekker losgekoppeld en de machine aangezet. De harspol trekt de beregeningsmachine vervolgens automatisch terug. En dat in zo'n tempo dat overal de ingestelde hoeveelheid water op het land valt. Hey, want hoeveel slang zit er op zo'n ding? Hoe lang kun je gaan? De harspol zit 500 meter slang. 500 meter? Ja. Je hebt ze ook al van 1000 meter, een kilometer lang slang. Maar dan moet je een bollenveld van een kilometer hebben. Ja, dat zijn de mooiste. Daar heb je het minste werk aan.
Dan trek je hem uit een kilometer lang en dan zet je hem aan en dan af en toe een beetje diesel brengen. En voor de rest hoef je er weinig aan te doen. Oh ja. Maar ja, die bolstreek hebben we natuurlijk allemaal stukjes van 100 meter. Kleine perceeltjes. Dat is veel arbeidsintensiever. Dit is zogezegd die sproeier. Ja. Door het klappen van dat ding draait hij in de rondte zogezegd. Die nozzel, of wat is het, zoiets heet dat voor mij. Die komt precies in die waterstraal en zo breek je die waterstraal waardoor die minder ver gaat. Oké, joh, dus de straal breken om te zorgen dat hij niet in die hyacinthe komt bijvoorbeeld. Ja. Dat tikken om hem te verspreiden. Ja. En dan nog om te kijken hoe groot je cirkel is. En door dat tikken draait hij ook. Ook al zou hij niet tikken, dan blijft het haspel op één stand staan. Maar door die klap van dat water, dan gaat dat ding heen en weer. En als hij zogezegd hier aan het einde is, dan klapt hij zogezegd dit ding om. En dan gaat hij weer terug. Zie je dat ding omdraaien en dan klapt hij weer de andere kant op. Ik zou zeggen... Zet aan dat ding. Zet aan dat ding. Gemiddeld wordt er per beregening 20 mm water op het land gespoten. Hier wordt niet beregend omdat het te droog is, maar omdat deze kweker zijn tulpen wil laten strekken. Op dit perceel gaat het namelijk niet om de bol, maar om de bloem. Daarom wil de kweker de stelen sneller laten groeien voordat de bloem uitkomt en daarbij helpt beregening. Dan krijg je mooie lange tulpen en die verkopen beter op de veiling. Het beregenen is altijd, het zit nooit mee. Want of de sloot is leeg, of de korf zit verstopt, of de diesel is op. Er is altijd wel wat waar je last van hebt. Dus jij ligt s'nachts te malen dat je denkt, oh, als dat ding het nog maar doet en wat er allemaal mis kan. Nee. Vroeger hadden we een simkaart erin zitten, dat kan mij nog steeds wel. En dan stuurt hij een appie als die uitvalt. Maar ja, als je dan net in je nest ligt en je krijgt een appie, dan zie je ook niet op te wachten. Dan kun je weer je nest uit. Dus nou hoop je gewoon als je s'ochtends aankomt dat het ding het nog doet. Ja. Maar ja, we in ieder geval een goede nacht gehad. Daarom. Ja, toch? Als loonwerker voert Ruben dagelijks verschillende werkzaamheden uit voor meerdere opdrachtgevers. Zo moet hij vanmiddag nog tulpen koppen in de zilk en dat zien we straks. In de Bollenstreek zijn veel arbeidskrachten nodig om al het werk te verrichten. Jaarlijks werken er zo'n 16.000 buitenlandse arbeiders in de bollensector. Om die mensen hier te krijgen en te houden wordt er veel voor ze geregeld. En daar zijn speciale uitzendbureaus voor, zoals hier in Noordwijkerhout. Gerund door de broers Dennis en Jacco van Wieringen. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij ons uitzendbureau. Ja, en jullie zijn niet zomaar een uitzendbureau, hè? Want jullie zijn een uitzendbureau vooral voor arbeidsmigranten. Ja, wij werken voornamelijk met mensen uit Polen en Slowakije. Waarom zijn er zoveel mensen uit Polen en Slowakije die dan dit werk doen? Ik denk zelf dat de Nederlanders dit werk niet willen doen. Terwijl het gewoon heel mooi en schoon en gezellig werk is. Stel nou dat die arbeidsmigranten er niet zou zijn of dat er minder zou zijn. Want mensen roepen, het zijn er zoveel. Wat dan? Ja, dan hebben we een groot probleem in Nederland. Er wordt zoveel werk verricht door deze groep mensen. Dat geeft denk ik economisch een enorme schade. Wat je natuurlijk ook vaak hoort is zeggen, ja... Weet je, die Polen die zijn veel goedkoper, die komen hierheen en daar hoeven ze niet zoveel te betalen. Elke sector, branche waar wij werken, die hebben een CAO. En wij moeten die CAO volgen. Oké, dobra. Czekamy jeszcze na de wyniki testów i będziemy w kontakcie z panią, dobrze? Over dat loon doen wij een factor waar wij dit allemaal voor moeten doen. Yeah. En dat is de uiteindelijke prijs die de klant betaalt. Dus onderbetaling of verkeerde concurrentie, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. De andere helft van het familiebedrijf. Ja, de andere helft. Ja, toch? Ja. Hey, magazijn. En ik denk dan bij een uitzendbureau, want ik heb vroeger ook uitzendwerk gedaan. Dan ga ik daar naar zo'n uitzendbureau toe en dan zeg ik, nou heb je werk? Ja, we hebben werk, ga er maar heen. Maar hier komt veel meer bij kijken, hè, als het gaat om arbeidsmigranten. Ja, wij regelen alles van A tot Z voor onze medewerkers. Iedereen krijgt een fiets, regenpak, laarzen om naar het werk te gaan en op het werk zelf. En we hebben ook huisinrichting, want we richten ook alle huizen in. En wat zijn dat voor huizen dan? Ja, we moeten natuurlijk ook slaapplaatsen hebben voor onze medewerkers. Oh joh, en dat regelen jullie allemaal als uitzendbureau? Ja, we richten de huizen in en we zorgen dat de mensen een goede slaapplek en goede woning hebben. Hier zie je een van de ingerichte huizen voor arbeidsmigranten in Voorhout. Maar niet alleen materiële zaken worden geregeld, ook het regelen van bijvoorbeeld een verzekering of een bezoek aan de tandarts worden voor deze buitenlandse werknemers verzorgd. Als het niet goed geregeld is,
dan ben ik ook wel bang tot de mensen weer teruggaan. Kijk, ze komen hierheen, sommigen laten de gezinnen achter. En dus je doet het eigenlijk om ze te paaien, om ze vast te houden? Ja, om ze te paaien, ja. Ja, ja. Oh, echt, en de mensen worden schaarser. Dus wij proberen heel goed voor onze mensen te zijn, omdat ze het hier naar de zin hebben. Maar dat is gewoon je eigen business dus. Want als je niet voor ze zou zorgen, je zou het allemaal niet regelen, gaan ze naar een ander of ze komen niet en heb jij geen bedrijf. Ja, ja. Wie betaalt dit, Jacco, zit ik nu te denken. Maar jullie moeten bedrijf runnen, jij moet geld verdienen. Ja, ja. Nou, uiteindelijk betaalt de uitzendkracht ook voor zijn huisvesting. Maar er zit ook een gedeelte in het tarief naar de klant toe. Oh, dus de teler aan wie jullie die mensen leveren, die betaalt iets extra's. Ja. Omdat hij weet van, de komen ze tenminste bij mij werken. Ja. Maar de arbeidskrachten zelf betalen ook weer een deel van hun salaris aan, een soort huur aan woning. Ja, voor huisvesting. Huisvestingskosten, ja. Maar jezus man, als ik denk ik moet een fiets kopen, dan denk ik altijd van, nou ja, het is alweer een uitgave. En een wasmachine is ook wel weer een uitgave. Ja. En een auto is ook helemaal een uitgave. En een matras, maar alles bij elkaar. Ja, wordt het een dure aangelegenheid, klopt. Dus dan zijn eigenlijk arbeidsmigranten misschien duurder dan wanneer Nederlandse mensen het zouden doen. In plaats van het vooroordeel dat Polen altijd goedkoper zijn. Nee, dat klopt, maar de Nederlanders willen het niet doen. Er werken inderdaad veel Poolse arbeiders in onze sector. Welke woorden ik ken? Ik ken dobberen, ik ken tak, dat betekent goed en dat betekent ja. Dat is travje, dat is proost en pscherwa is pauze. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek. Tjipka? Tjipcha? Tjipcha? Tjipko is sneller. Ik ken gewoon hele nette woorden. Dziękuję is dankje, pscherwa is pauze, tak nie, ja nee. Ja, ik ken allemaal een paar scheldwoorden, maar daar word je niet blij van. De standaard, de curva, dat weet iedereen denk ik hier in de streek die met Poolse mensen werkt. Misschien zitten er ook Poolse kijkers aan de andere kant van het buis. Dus daar moeten we een klein beetje mee oppassen natuurlijk. Curva, curva Genovre, curva Ibana. Volgens mij een soort kut of gehoer of even zoiets echt in die trant. Maar wat het precies is, geen idee, maar ze luisterden naar. Ik ken Krasna Ludek, dat is kabouter. Waarom ik hem ken? Geen idee. Eigenlijk, ik communiceer eigenlijk praktisch altijd in het Engels. Want er is altijd wel een pool tussen die een beetje Engels kent of een beetje Duits kent. Je maakt er altijd wel wat van. En anders met handen en voeten. Je hebt rood en je hebt knalrood. Dit tulpenveld in de Zilk staat er prachtig bij en veel mensen genieten ervan. Maar niet voor lang meer, want daar is Ruben. Hey. Hoi Johan. Nou moet ik zeggen, ik loop natuurlijk al een tijdje met jou mee. Ja? Dat ik het altijd leuk vind om je te zien. maar dat ik nu een beetje denk van, het is toch een beetje zonde wat je gaat doen, hè? Ja, het wordt zeker zonde. Moet je kijken man, wat een veld. Ja, mooi hè? Ja, de nachtmerrie van elke toerist, wat ik nu ga doen. Je gaat koppen. Ja. Ja, en waarom ga je koppen? Het is tijd. En wat koppen. Is koppen eigenlijk? Koppen is gewoon de bloem eraf hakselen, toch? Zo gezegd, dit is het plant, is het steeltje en dit is het koppie. En zo gezegd, de bloem die kop je er dan af. En dat is koppen. En waarom kop je? Omdat wanneer je de bloem van het gewas afhaalt, van de bol, dan houdt de bol de energie in zich in plaats van dat hij dat naar de bloem toestuurt. Oké, het gaat uiteindelijk om de bol die je wil verkopen. Ja, bij ons wel. En hoe sterker en groter die bol, hoe groter de bloem is die eruit komt. En hoe meer die oplevert. En hoe meer die oplevert. Dus daarom moeten de bloemen er nu af. Ja. Hey, en wanneer weet je of het tijd is om te koppen dan? Nou, als je bijvoorbeeld naar dit bloemetje kijkt, daar laat hij al één blaadje los. Nou ja, dan weet je ongeveer dat het tijd is om te koppen. Eigenlijk gewoon als ze bijna uitgebloeid zijn. Ja, vaak ook als ik aan het koppen ben en staan de toeristen langs de kant en die zijn foto's aan het maken, dan komen ze helemaal naar me toe gerend en vragen wat ik aan het doen ben en waarom. Dan moet je dat dan uitleggen in je beste Engels. Op zich is dat best grappig natuurlijk. Het rad op de kopmachine slaat de tulpen naar beneden tegen een groot mes aan dat de bloemen eraf snijdt. Een wokkel zorgt er vervolgens voor dat de afgesneden bloemen niet op het overgebleven blad, maar in de rijpaden van de trekker terechtkomen. Hey, maar weet je wat mij opvalt? Jij zegt net eigenlijk,
van we koppen, omdat als je de bloem eraf haalt, dan wordt die bol groter en sterker. Klopt. Nou is dit één partij en dan zie ik hier zo, nou deze is gekopt en deze en deze en deze. Maar er zitten ook nog gewoon allemaal bloemen aan. Klopt. Dat betekent eigenlijk dat bij die bloemen de energie nog wel naar de bloem gaat. Klopt. Maar dan groeien die bollen toch minder. Klopt. Alles klopt. Maar dan krijg je toch een partij met andere soorten bollen, groter en kleiner. Dat valt wel mee. Ik kan ze nu niet koppen omdat ik anders het gewas te veel beschadig. Dus je maakt op een gegeven moment de overweging, ik neem een bladpuntje wel mee of niet mee. Nou, in dit geval neem ik een heel klein bladpuntje mee. Maar je moet een beetje zoeken naar zoveel mogelijk bloemen eraf halen. Maar niet te veel van het blad afhalen. Want als het gaat om de bol, dan maakt dat blad toch niet uit? Ja, maar de bol groeit op het blad. Dus hoe meer blad je eraf haalt, hoe minder de bol groeit. Wacht even, de bol groeit op het blad? Ja. Hoe bedoel je? Nou ja, de bol die zit zogezegd onder de grond. Ja. Maar hij krijgt de voeding van het blad. Dus het zonlicht en het water. Oh. Dat vangt het blad op, waardoor de bol gaat naar groeien. De bol. Oh, ja. Ik dacht dat haalt hij uit de grond. Nee. Oh, dat gaat via het blad. Ja. Alleen, als ze nou heel veel blijven staan, dan wachten we gewoon weer een paar dagen. En dan zijn die bloemen die blijven staan, zijn nog wel wat gestrekt. En dan pak je die een tweede keer mee. En daarna, als er dan nog bloemen over blijven staan, dan komen die nakoppers. Dan komen allemaal met de hand. Of schooljongens of polen. En die komen dan al die kopjes nakoppen. Nee. Ja. Ik kom nu bijna een jaar bij de bollenjongens op het veld, in de schuur en bij ze thuis. En als iets me duidelijk is geworden, is het dat de bollenjongens één grote liefde hebben. Hun eigen bollenbedrijf. En de seizoenen bepalen hoe druk ze het daarmee hebben. Maar hoe is het dan om een relatie te hebben met een bollenjongen? Kom je dan altijd op de tweede plek? Carlo en Stephanie zijn nu 5 jaar bij elkaar, wonen sinds januari samen in de Zilk. En ook zij hebben over dit onderwerp al de nodige gesprekken gevoerd. Ja, daar is onze bollenjongen. Goedemiddag. Ik kom niet voor jou. Ik kom voor je meisje. Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed. Kom maar binnen. Dankjewel. Hey. Johan. Hi. Hey Johan. Jij bent Stephanie. Ja, ik was trouwens even bezig met de lunch. Oh. Ik weet of je mee wil eten. Ja, lekker. Had er eigenlijk niet op gerekend. Nee, ja. Dan, maar gezellig. Dan doe je gewoon even lekker mee. Ja. En ook al een eitje bakken misschien. Ik zie Stephanie kijken van wat doet hij normaal nooit? Nee. Ik zeg zo. Daarom ben ik hier ook even. We hebben nou wel even de tijd. Dus nee, ga lekker zitten joh. Ga lekker zitten, okay. Er zat genoeg. Oh joh, dus jullie wonen net samen? Ja. En waar viel je op? Ja. Ja, zijn charmante lach. Ja, en ja. Ik kan me niet voorstellen. Ja. Maar gewoon, ja, hij is gewoon een hele lieve jongen. Ja. Dat is het vooral. Ja. Ja. Oh, hij heeft veel voor me over. En, ja. En gezien zijn werktijden en de seizoenen, dan moet je ook wel veel voor hem over hebben. Dat klopt ook. Ja, maar dat wil ik, daarom ben ik hier. Dat wil ik eigenlijk wel van jou weten. Hoe is dat? Want je begint een relatie met hem. Op een gegeven moment loop je daar ook tegenaan. Ja, nou ja, toen we een relatie kregen was het denk ik in de winter. Lekker rustig. Dus dan was het lekker rustig. Dus toen hebben we het wel een beetje goed op kunnen bouwen, denk ik. En in de zomer merkte ik wel dat ik het erg lastig vond. Ja. Dat hij veel aan het werk was en dat we niet echt leuke dingen konden doen. Dus dan was ik wel veel met vriendinnen, maar mijn vriendinnen gingen wel veel met hun vriendjes doen of zo. Dus dat... Dus als jij naar het strand wil, dan kan je niet met Carlo? Nee, precies. En als je een hapje wil eten aan het begin van de avond, kan het niet met Carlo? Uiteraard, ja. En op vakantie bijvoorbeeld, dat was ook wel... Kan ook niet in die periodes? Ja, af en toe is dat wel eens lastig, maar... Ja, uiteindelijk gaat het werk altijd voor. En de rest kan je eromheen, daar kan je omheen plannen, zeg maar. Nou, heb je dat ook zo tegen Stephanie gezegd? Luister, alles leuk en aardig, maar het werk gaat voor. Ja, in principe wel. Ja? Dat is wel waar het een beetje op neerkomt, uiteindelijk. Heb je wel eens een moment gedacht dat je dacht, waar ben ik aan begonnen? Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar goed, ja, dan overwon toch altijd wel weer... Hoe leuk ik hem als persoon vond. Hoe zijn die gesprekken? Want daar hebben jullie ongetwijfeld gesprekken over gehad, toch? Met elkaar. Je kijkt ook naar hem van wat kan ik hierover vertellen? Ja. Oh. Nee, maar hoe is dat gegaan dan? Mag ik dat weten of niet? Het waren niet altijd leuke gesprekken, laat ik het Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dit is gewoon natuurlijk wat erbij hoort. Ook als je dit vak doet. Ja. En anders moet ik daar niet voor kiezen. Ja, dus, ja. Dat is waar. Wat is het leukste om een relatie met een bolleboer te hebben? Want er zitten volgens mij ook heel veel leuke kanten aan. Ik zie alleen deze borstbloem alweer op tafel staan.
Nou, die heeft ze zelf gehaald. Hoor. Oh, die... bij een andere bolle jongen, omdat hij het weer vergat mee te nemen. Ja, ja, zo zijn dat mannen. Komt ook zo wel vaak voor. Waar je als partner van een bolle jongen rekening mee moet houden, is dat je man veel werkt over het algemeen. Het is niet een 9-tot-5 baan. En je bent klaar, zeg maar. Ja, ik heb zelf dus een bolle meid. En waar ze dus rekening mee moet houden, is dat je toch eigenlijk 24 uur per dag met de bolle bezig bent. Onregelmatigheid. Ik ben altijd te laat of niet thuis wanneer ik thuis zou moeten zijn. Ja, eten om 6 uur. Dat gaat vaak niet op. Meestal gaat er nog net even wat fout of moet nog net even wat gedaan worden. Ik vind niet dat ze mee hoeven te werken, maar ze moeten wel open voor staan. Anders gaat het echt niet werken. Dan moet ze er te veel voor opgeven. Ik heb geen vriendin. Nee. Tinder doet nog helemaal niet zijn werk, zeg maar. Nee, ik heb zelf geen bolle meid, nee. Maar als ik een meid zou hebben, is dat denk ik wel makkelijk als je meid een grafische achtergrond hebt. Of in ieder geval een beetje begrijpt hoe het wereldje in elkaar zit. Hoe zo'n vrouw die zou ik overslaan, denk ik. Ja, ik niet zo... Ja, ik wou bijna zeggen, ik hoef niet zo graag met mijn kop op tv, maar ja, dan zit ik bij het verkeerde programma. In de volgende aflevering gaan de bollen van het land de schuur in. Hoeveel kisten staan hier? Op dit moment 1200. 1200? En wordt de prijs voor een partij tulpen bepaald. Waarlijk, wat denk je? 52,5? 53. Dat begrijp ik, 53. Maar wij werken altijd met 50, 52,5, 55. Dat geeft niet, ja. Wil je meer informatie over het programma? Of meer weten over de bollenjongen zelf? Of wil je afleveringen van Bollenjongens terugkijken? Ga dan naar omroepwest.nl/bollenjongens.